Roseline Daan, directeur van cultuur, wil dat de gespannen situatie die op de afdeling vervoer van het ministerie van Onderwijs heerst, deze week nog wordt opgelost. We spraken haar vandaag nadat ze in de kwestie had bemiddeld. De werknemers kwamen gisteren in opstand en maakten duidelijk dat ze af wilden van hun leidinggevende vanwege spanningen op de werkvloer. Daan vertelt wat de ontwikkelingen zijn. Ik heb met de mensen gesproken, niet alleen de leden van de bond, maar ook nog met de leidinggevende in kwestie, het hoofd van de afdeling vervoer. En het is altijd goed om te communiceren, om je bekend te maken met de situatie. Dat is precies de reden waarom ik hier ben als waarnemend directeur ATB. Je hoort natuurlijk verschillende verhalen, maar wanneer het erom gaat dat er een gespannen sfeer is, moet je daar toch de nodige aandacht aan geven. En dat is precies mijn intentie om deze kwestie, als het aan mij ligt, van de week nog op te lossen. Ik heb met de heer Pigot gesproken en natuurlijk was ik er zelf niet bij, maar we moeten weten wanneer er wordt geprotesteerd, kan je natuurlijk hebben dat mensen geëmotioneerd zijn, de spanningen lopen hoog op, mensen zijn verhit, waardoor er bepaalde handelingen worden gepleegd. Alsnog is aangegeven dat de heer Pigot uitspraken heeft gedaan die er niet bij hoorden, dan is dat de waarneming van de mensen. Tegelijkertijd zegt meneer Pigot dat dat bezijdens de waarheid is. Daan zegt dat het verhaal twee kanten heeft. Voor haar is het belangrijk dat er een oplossing komt en dat de mensen weer prettig naar het werk kunnen. Volgens haar is er een basis gelegd voor een oplossing. Er is ook geen sprake van pressie vanuit beleidsadviseur Hesti Pigot, zoals werd aangegeven door werknemers. Ik denk niet dat dat aan de orde is. Ik denk ook niet dat meneer Pigot mensen onder druk zet. Overigens, de bond heeft de actie overgenomen. Een bond kan je niet onder druk zetten, omdat een bond werkt op basis van feiten, werkt op basis van waarnemingen. Dus ik denk niet dat dat aan de orde is. Ik zei het eerder al, er kan een situatie zijn geweest waarbij de emoties hoog zijn opgelopen. Over en weer er zaken zijn gezegd, maar mijn werkwijze is communicatie. Praten, praten, nogmaals praten en dan kom je eruit. Wat de bond verder wil, ga ik nu niet aangeven ook nog, omdat wij als partij hebben gesproken met elkaar en daar naartoe gewerkt wordt. Natuurlijk hebben ze hun wenselijkheden en een van de belangrijkste is, wij willen weer aan de slag op een zodanige manier dat we verder kunnen communiceren en dat we ergens terecht kunnen wanneer zaken verkeerd lopen. Het afdelingshoofd waarover er ontevredenheid bestaat, is volgens Daan opgeroepen om aan het werk te verschijnen. Ze is terug, maar de situatie wordt nader bekeken om te weten hoe het verder moet.